Zoals het ook het is. Daar ben ik weer. De tweede keer van het weekend. En ja, je ziet het niet vaker, maar rest erbij, hè. Onze dove geluidsman Eddy. Wat? Hè? Wat? Maar Eddy, je hebt daar mailtje toch van gehad? Welk mailtje? Over het kledingvoorschrift. Nee. Je hebt weer zo'n wit hemmen gejat. Ja. Het is Jolanda's schuld. De bedoeling was zwart, hè? Ja, maar Jolanda heeft daar weer die kleur aan, hè. Heb je weer? Ja. Dus het is Jolanda de schuld? Ja. Maar, wat ben je? Ik ben met hoelenwappers. En wat gaan we hier doen? Ja, vanavond wordt de nieuwe prins of prinses bekend te maken. Hij begint met prins, hè? Maar Eddy is een klein bij de hoelenwapper, dus hij heeft volgens mij met die inside information. Dat of weet je zelf? Dat wordt er in mijn pielen. Nou, als je zelf bent, was dat waren jullie niet het geval. Weer geen land meter mezelf. Nee, dat is echt. Doe mee volgende week een siepje maar weer. Kom Eddy, we gaan kijken. Is allemaal weer kloot. Mooi. Jo. Oh, ja, wat heb ik nog aan doen? Ja, dan is het al onze hoogheid. Vergezeld door alle grootvorsten. We gaan het nog een keer proberen. Sassendonkers. Welkom allemaal bij het prinsenbal van carnavalsvereniging de Oelewappers in onze mooie Weijenbelt. Ik wil het toch ook nog een keer doen, omdat ik ga het hebben over Dirk de Lange, over prins Utenoot. Dirk was onze primus inter pares in het verleden. En dat is hij geworden juist omdat hij zijn vereniging Utenoot heeft geholpen. Dat hebben wij zeer gewaardeerd. Hij was ook erg trots op die benoeming. Wij waren blij dat hij er trots op was. Ja, en nu is Dirk ons ontvallen. Dus ik zou graag even een minuut stilte hebben voor Dirk de Lange. Indrukwekkend, dank u wel. Wat fijn dat jullie er zijn. Bier schnapsen dat voor kom. Bier schnapsen dat voor kom. Bier schnapsen dat voor kom. Oké. Ja, kijk het eens. Het is nu 11 over 8:30. Ik heb het 8 over 8:30. Mijn klokken heb je goed. Okay. Maar we zitten hier. De geruchten gaan dat dit de nieuwe hoogheid wordt. Ja. Van? Hebben wie? Van Oelewappers. Oh. Die hebben wij hier dus een bij de klanten, hè? Of niet, Eddy? Die hebben zeg. Heb je dat Raymond? Raymond wordt. Maar wie heeft daar de zeg dan? Ik niet. Als ieder. Ja. En als Eddy het zegt, is het goed. Nou, oké. Eddy, stel de vraag. Ja. Wat is er aan de hand, Eddy? Wat is er aan de hand? Ja. Hey, ik heb gehoord dat hij iets ontmoet. Nou, mooi Eddy. Ja. Van wie jij dat gehoord dan? Ja, van deze. Ik kan die bron niet van... Ja, maar deze ken ik wel, maar ja. Gene niet. Nee, nou, daar ben ik al net van weten. Maar van Gene. Ed
Freddy's wegen zijn ondoorgrondelijk. Oké. Okay. Maar ze hebben dus een vraag, dat is hoog, hè? We hebben ja gezegd, anders zat hij hier niet. Mm-hmm. Hoog, ja. Hier? Ja. Nee, ja. Hallo jongens, ik zit hier omdat ik hier weer heb gepraat. Nee, zo hallo. Heb Eddie een vraag als prins? Nee, hier heb je hem gewend. Ja, nou. Maar even zonder gein, ze hebben een vraag als prins en hij heeft ja gezegd. Waarom hij ja gezegd? Nee, maar ik ben hier vlog. En je hebt gewoon gezegd ik word prins. Nee, heb ik ook niet gezegd. Dat zei Eddie. Dat volgens mij wel. Nee, ja, nee, jongens, dat zeg ik. Hè. Nee, nee, je zit zelf net te verkondigen dat hij prins wordt. En dat is misschien prins. Waarom hebben we dan begonnen, hè? Ja. Ja, die hond hier gewoon. Ja. Maar dit is dus de eerste scoop van Sassendam TV, hè? Jongens, zit neem me mee. Ja. Neem me mee. Je weet het nooit. Dat wil ik zeggen. Het zal wat wezen, hè? Het zal wat zijn. Prins Cool stel de eerste. Zit er. Ja, ja. Apenstaartje, koele wapper. Ja. Ja. En er is jou een heel mooi puntje, ja. Wanneer? Ja, aankomt, hoor. En hij is ook ijs en hij is cool, hè? Nee. Ja, dat wel. Dat wel. Ik ben een echte coole kikker, want ik zeg geen joh, ik zeg geen nee. Dat zie ik, kikker. Ja, geen ja of geen nee. Kikker, het is. Let me op, hoor. Laat me zitten. Het is mij, moet je even kappen nu? Het is niet. Hij stopt niet, pas als dat bandje vol is. Oh ja, hebben we nog een bandje erin? Ja, ja. Hallo. Nee. Armlastige stichting zijn we weer. Oké, okay, nou. Echt wel. Kan ik jou niet betekenen? Oh ja, 100 euro. Dat ben ik dan niet. 100 euro, hoor. Ja. Nou, heb toegezegd. Nou, zijn we klaar? Ja, wij wel, maar jij nog niet. Oké. Okay. Jongens. Oh, mooi kaart. Hier ben ik weer. Ja, ja, kijk het eens. Wie bent er weer? Want Eddie, die hebben allemaal scoops. En ik weet precies wie de prins wordt zeggen. Dus volgens Eddie, meneer Schulte wordt prins. Ja, ik denk dat kan ook niet anders. Nou, dan zal ik hem maar gaan omkleden, Eddie, of niet? Ik zal hem met die opschieten. Het wordt weggemaakt, wat ziek, want het is al 11 over 9. Ja. Nee, even zonder gekheid. Paul die is voor de vierde keer voorzitter geworden. Ongeveer, ja. Ja, dat zien hem ook wel binnen de vereniging, Heintje Davids, ik heb altijd weer. Ja. Wij hebben de reglementen dermate aangepast dat je na twee periodes, à drie jaar, reglementair moet stoppen in het bestuur. En Jan de Vries die was dus 6 jaar voorzitter, dus ik zit. En er stond niemand anders op. Dan ga je op zoek naar een opvolger en die is er wel, maar voor over een jaar. Want de persoon in kwestie die is bezig met een herscholing en die zit nu net in zijn examenjaar. En nou, dat hoor je dan aan en die kwam bij mij en die zei van kan ik met jou een deal maken dat jij dan je een jaar verkiesbaar stelt. Na een jaar aftreed, dan stel ik me verkiesbaar en dan stel ik me weer verkiesbaar als bestuurslid. En als die man mij dan denkt wat te moeten vragen, dan zal ik antwoorden. En als die man denkt dat hij dat niet moet doen, dan houd ik hem op. Want ook al heb je een verleden bij de Rossendonkers, maar toch hierbij wel met die Nestor dan worden. Ben ik wel benieuwd naar het verleden bij de Rossendonkers. Oh ja, daar heb je ook voor. Volgens mij hebben we er zelfs supporters van. Nou ja, dit bedoel ik dan. Hier, nee. Hans, I still love you.
Maar alles wat ik zeg, gaat hij helemaal gebruiken. Toch? Dat gelukt niet, maar dat gebeurt. Ja, dat weet ik ook wel. Hij zal het ook echt niet lopen. Ik weet vorig jaar nog van die camera dat ik die kleppen ervoor heb laten zitten. Ja, dat ben ik ook allemaal verbrand. Dat was echt niet goed. Dat duurt nog steeds. Ja, maar vind je het raar? Ik heb de jeugdtrauma's van, echt. Ja, en die waren 38 toen, hè? Ja, ja, ja. Ik slaap er niet meer van, serieus. Het is zo wat te zien. Hé, ik heb ballen onder de oren. Amsterdam, carnavalseizoen 2022-2023 gaat de boeken in als een over de top jaar. Na 2 jaar corona was voor ons het grote moment eindelijk daar. Nou, ik ben benieuwd of ze zover zijn, dames en heren. Dat is altijd spannend, hè, als je het dan niet ziet. Ja, en de muziek kan ook aan? Ja? Heeft er nog start de muziek. Wie heeft er nog lompen en oude metalen? Verkoop ze gauw, want de prijzen dalen. Er geeft niemand zo'n hoop. Batsen. Ik heb je 2 muntjes gegeven voor 2 drankjes. Nee, die heb ik van Eddie aan. Nee, nee. Maar komt uit hetzelfde portemonnee. Oh, nou, niet en wel. Heb ik maar dat hoorapparaat ligt weer apart. Toen heb ik tegen jou gezegd, een witte droge wijn en een Pepsi Max. Een witte droge wijn. En waar heet die nou dan? Jij, ja, die droge witte wijn? Ik ben er heel zuinig op, hè. Want ik heb ze speciaal om zo koud mogelijk te bewaren daar laten staan. Maar zijn moeder, die wordt een beetje boos. Oh, want die heeft een beetje dorst. Oh, jongen. Ja, heb ik weer. Dus ga je ze nu even ophalen dan voor oma. Voor oma Jenny, wil je dat wel even doen? Brava, maar. En weet je dan wat je mee moet nemen dan? Ja, cola en Wildburger. Wij bekend gaan maken wie ons voorgaat in het seizoen 2023-2024. Ik krijg rillingen, ik heb het koud, maar dat is niet om de nieuwe, maar vooral om de sfeer en de gezelligheid. Waar komt hij dan? Kijk naar achteren, dames en heren! Want daar is ze! Princess Place! En als je dat Princess Place, en als je dat ziet, en daar gaat het met z'n allen op huis! Allemaal! Ja, dames en heren, nog een keer voor u! Princess Place, en als je dat ziet! Kijk uit met haar, met deze stap, want ik sta daar niet voor in.
Helaas niet beter door verhindering allemaal, maar we wensen de jeugdhoogheid heel veel succes en tot volgende week. Appetjo!